Het verschil zit hem even. Het leek wel oorlogszondag in Hoek van Holland. In het duin achter het Atlantiquo-museum was er een demonstratie met echte wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Duitse wapens. Hoek van Holland is in de Tweede Wereldoorlog een zwaar bewapende Duitse vesting. Om de kust te beschermen tegen een mogelijke invasie door geallieerden worden er talloze bunkers aangelegd, de Atlantiquo. Tijdens de rondleiding zondag langs de bunkers in Hoek van Holland is er een schietdemonstratie door reenactors. Vrijwilligers die in originele kledij vertellen over vroeger. Deze locatie, dat was een locatie die met name door Duitsers is bezet geweest. Ik kan hier natuurlijk wel met een Amerikaans of een Engels uniform gestaan, maar dan praat je over een situatie van bevrijding. En we willen hier de situatie laten zien hoe die was tijdens de bezetting. En daar horen, ja, daar horen Duitse uniformen bij. Het is je niet voor te stellen als je die bunker hier achter mij nu ziet. Die was gewoon tot 1996 niet zichtbaar. Je liep als je op de duin kwam, dan liep je over deze bunker heen. En uiteindelijk hebben we toestemming gekregen om hier een museum van te gaan maken. En hebben we hem dus volledig uit het zand gehaald. En wat vinden wij dus nu eigenlijk interessant? Het is allemaal hier begonnen in Hoek van Holland. En door de jaren heen zie je langs de hele Nederlandse kust, van Zeeuws-Vlaanderen tot op Schiermonnikoog, zie je Atlantiquo-musea ontstaan. Het lijkt zo echt dat door voorbijgangers de politie wordt gebeld, maar alle papieren zijn in orde. Wie ook een keer wil kijken in de bunkers, het Atlantiquo-museum is tot en met november iedere zondagmiddag open, met op bepaalde data ook rondleidingen.